Had er een moment wie om te winnen van Ajax, dan wie het wel dit weekend. Maar na Aurins stier gewoon vjouwer in op het scorebord in de Johan Cruijff Arena. En Kambuur, zit al in de bus, want van Joen, nemen zij het op. Tjin, top os. Mijn naam is Arine de Boer. En dit is de sportkaast van Omroep Vriesnoorn. Je veen, naar Ali. zijn doelpunt. Ja, nee, pil. Och jongens, toch het doelpunt. Die win het. Sarawi, Sarawi. Oh, Want Kees van Wonderen, jouw te vakker. Ook Pelle van Amersfoort. Die het in de jeugd, ik wou eens in de spits spelen het. Maar eigenlijk volle middenfielder is. En dan komt hij weer. En. Ja! <tie> Daar is hij weer! Het is 3-0. Nou, 3 hier! Pelle van Amersfoort. Ik hoop niet dat het nou even van terug is. Michael Brey! Oh, wat een goal! Wat een doelpunt van Michael Brey! Zo, zo, zo! Berghuis. Oh, hij hield nog vrij! Doelpunt! Maar hij krijgt dus uh, als eerste... Oh, doelpunt! Ja, Robby. Nou, Jereveen, het ontsluttingstreffen te pakken. Het is op een Nij Luc Brouwers. <laughs> het is strijden op het scott. Prima scott van Oosterhoorn, van Berghuis. Nog, nog slimmer, jongens. Het wordt slimmer. Ja, Jere. Het wordt zelfs... Ja, en de heren die zitten er alweer leer voor. Andor Faber, Roel de Vries en uw speciale gast, Ik zei het elke week, ja. Sander van der Heijden. Welkom, Sandor. Dank Want hij heeft uh, ja-Saintje in de podcast, maar hij heeft nee-Saintje in Kambuur. Klopt. Ja. Lees dat eens uit. Prioriteiten. Ja, ja. prioriteiten. Ik snap dat wel. Wij snappen het eigenlijk al hier ja, wel ja, op deze tafel. Hoe lang, hoe lang kunnen we erover praten? <laughs> nou ja, het was toverst. Nee, nee. Toen, toen, toen uh, <tie> L.T. ontslagen werd, dan was het een abc dat Henk trainer zou worden uiteraard. En dan was het ook weer een abc dat ik daaraan gelinkt zou worden. Wij je ging het persbericht ook leer. Ja, maar ik, uh, ik kreeg allemaal fotootjes binnen en allemaal felicitaties. en zonder zonder gek ik, ik heb echt heel veel berichtjes gekregen. En uh, toen dacht ik van, ja weet je, hoe, hoe ontstaat dit? Want ik heb nooit een gesprek gehad met Cambuur. Cambuur heeft hij uh, eigenlijk nooit benaderd? Nee, nee. alleen... Um, Kijk, op een gegeven moment is... Uh, ik heb ondernemingen... Nou heb ik het redelijk druk mee. <laughs> ik ben toen niet van niks gestopt. Hè, omdat het niet meer te combineren was. En ik wilde op dat moment iets gaan doen waar ik echt zeg maar zin in had. En dat, en dat, dat zijn mijn ondernemingen. En uh, alleen die... Uh, het is nu niet zo dat die ondernemingen zo staan. Dat ik gewoon... Dat we allemaal kunnen landen van. En uh, dus... Het, het paste gewoon niet. De is het gewoon en, de drog. Ja. En... Want ben is uh, zakenman, directeur, groot aandeelhouder. Ja, van alles. En dat valt net te combineren. Ja, maar maar de... Dat <laughs> nee. valt niet te combineren, maar het uh, assistentschap. Best van de, van van de nee. is er niks bij. Nee, nee. nou precies, ja. moet je moet zien. Ja. Nee, kijk niet. Maar het, het, het valt niet te combineren. En, um, uh, kijk, en, en mocht er zeg maar, op het moment dat je er wel serieus over nadenkt. Um, eerst heb je het thuis over en op een gegeven moment heb je. Hè, we, we hebben die onderneming met z'n vieren, dan ga je het er met z'n vieren over hebben. Want Jim hebben uh, we het er dus wol hoor. Kambu heeft hij net benaderd. Maar dat die vraag zou komen, ja. Maar Henkie deed ik al benaderen, van nou ja, stel, ik mocht. Ja, maar niet echt, niet, in de zin van nou dan gaan we met twee gaan we moois van maken, want dat is best wel ingewikkeld, zeg maar. Waarom is het ingewikkeld dan Omdat Stone nog gewoon in ondernemingen nest. Ja. En ja, dat, dat, dat gaat ook voor. Zo simpel is het. En, de woest en sowieso net woest en worst sowieso net fulltime bij Kamil Omslag? Nee, dat sowieso niet. Nee. Dat is. Dat is uh... En part-time, zoest dan wel wollen. Nou, maar, maar of... dat, dan zijn het een aantal voorwaarden. Het, het, het moet passen, zeg maar, in de organisatie, met z'n vieren van de ondernemingen. Uh, en dan moet er met z'n vieren achter staan ook. Dan moet het financieel ook nog een keer gecompenseerd worden. Want als ik iets niet zou doen, dan moet toch een vervanger voorkomen, dat kost geld. Ja. Dat moet Cambuur eigenlijk gaan betalen dan, ja, en, maar dan moet je er zelf ook nog wat aan gaan verdienen. En, um, en op een gegeven moment dan kost dat, dan ga je ook zelf kijken naar een kostenplaatje Je denk van, ja weet je, ik kan u wel zeggen, nou, we gaan part-time dat doen Henk. Um, en dat moet Cambuur dit, dit ongeveer kosten. Maar dat vind ik ook niet fair, want dat is niet reëel. Dus dan zou ik bijvoorbeeld dat wel gaan melden en dan komen ze bij me en dan zeg ik, ik wil uh, een knak en een bos Middels hebben. En zij hebben alleen een knaak. Nou bewijzen van. Mm. Ja, snap het. Om iets andere bedragen. <laughs> ja, Het gaat niet maar... echt om een knaak en een boswut. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nee. Maar kijk, dan is het ook niet fair ten opzichte van de directie en de mensen die bij campus zitten. Vind ik. En dus dan kan ik wel zeggen, nou ja, bel me maar. En dan komt er naar buiten van, nou, we hebben contact gehad. En, maar ja, goed, club kan het niet. En, weet je, dan krijgt de directie ook weer commentaar. Ja, want jouw ja, is het nou mogelijk. En uh, dat doe je, de man van de club. Want zo werkt het gewoon. En, dus ik heb gezegd aan Henk: nou, ze hoeven mij niet te bellen. Want ik doe het niet. Dus er is ook nooit contact geweest. En ik vind Etienne superleuk. Ik wil best een keer met hem zitten. Heel vaak. Want ik vind Etienne gewoon een heel leuk. Vent. Alleen, uh, uh, wij hebben geen contact gehad. Maar doe heeft dus in Henk de Jong zijn van: Henk, ik weet dat ze mij graag als assistent, worst. Ja. Maar ze hoeven mij net te bellen. Nee, want dat past niet. Want het past niet. Nee. En dat wist Rijnen, dus daarom had Rijnen net bellen. Ja. Want en Rijnen dat is wel Rijnen, zo ver. Rijnen en Kamboevoen die misschien wel hebben, maar ja. Weet ik niet. Misschien wel, ja. denk het wel. Maar ja. ik is daar wel al je beruchtjes of mijn lokweens. Uh. Ja, dat stond ook, ook op bepaalde sites, dat ik uh, met Henk mee ging. Dus ik kreeg allemaal berichtjes. Ja. Ja, het lieke liek voor u is eigenlijk een soort van formaliteit. Nou ja, we witten we eigenlijk wel, dat zei dus zo al, van. Henk komt te aasen, dat is die in Wiskunde. Die nee. wilde hij graag mooi nemen als ja. assistent. Ja. Dus wij hier ja. in het ja, ronkende persbericht hier wel de eerste in. Alleen dat wij hier ja, nog nooit. maak ja, maken geen persberichten. Zijn... Nee, oké. Okay, nee, 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 okay. En 2 uh, hij had altijd zijn, ik kom. Niet, hij had Soentie voor bij Kambuur. Had hij Aasten eigenlijk altijd zijn. Ik kom nooit weer terug bij het voetbal. Nee, ja. of ik moet in één keer nou uh, failliet gaan en keer, ik moet werk hebben. Ja. Nee, gekheid. Nou ja, maar dat is natuurlijk uh, gebeurd. Uh, als er iemand die, die oerhelliek in dan is het Henk. Dat klopt. Alleen het moet wel passen. Ja, en dat past, ja, past niet. En um, um, ja, we hebben een lekker bakje koffie gedronken samen en, uh, en veel gelachen. Uh, Kie dat dus. toch, Zagra van en Sando Do op het veld bij de Utrecht-training. Die favoriete ja, moment van de week. Nee, dat komt maar, sowieso nooit meer weg. Nee. Nee, maar en, en daarnaast ook, kijk, um, hoe het nu gaat. Kijk, je, je ziet al zoveel verbetering met qua aan de bal. Uh, met hoe het was. Dus wat dat betreft kan prima. Henk kan ook prima uh, in zijn eentje. Ja. Ja. Nou, daar zullen we het nog nog goed hebben. Want ik zei oh, niet eens kijk van Cambuur die zit al in de bus. En wat ik al in de auto zit. Want Cambuur speelt het om 8 uur het in top os. En daar zit, want we missen namelijk al een beetje op deze tafel. Geert van Tun, die zit er in. Is uh, Geert is die onderlijn, jongens? Nee, jongen, ik ben thuis. <laughs> thuis? Thuis? Hoe kun je dat al keer, jongen? Dat was onderwijs. Ja, nee, maar dat komt helemaal goed, jongens. Ik ben op 4 km verrast de radio, Hij is er, geen enkel probleem. Maar hoeveel uh, kilometer is de... het, Nijos? Oh, goed, 200. Goed, 200. 200. Ja. En, en die wedstrijd begint dus om 8 uur. Hoe lep je dan weer thuis? Eh. Uh, nou, een zingen. Een zien. Ja. Hey, maar Geert, even serieus, hè, dat is, Nou ja, dat is zo'n 60. Binnen de nou echt potjes, wees dat niet op verheugd? Correctie, 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 Arjen, ik ben Joch 60. Oh, excuus. Zo dat zitten? Nee. Maar dat zullen niet inderdaad net zitten. Uh, en dit binnen de potjes, nou echt, jongen, der heksa zin, man. Dit is zo leuk. <laughs> is ik vind het jammer dat we die gezichtsuitdrukking Nou oh, net, Joch, Nee jongen, ik heb nee maar nou even serieus, ik heb er totaal geen probleem mee. Het is toch als Cambuur. Ik heb de wedstrijd zien die verliezers op een schandalige manier. wie is dan erbij dat Cambuur woont van AZ en het AZ van Louis Vergaal? voor de beker? Ja. Ja. Met Mark en Boa en Rachid El Khalifi. Khalifi die scoorde. Ja. El Khalifi scoorde, maar die werden er ook. Nou, wist al ik nog wat de wedstrijd, nooit die bekerwedstrijd wie? Nee. ik denk top als uut, ja, ja. Dat was top als uut. <laughs> in ieder geval leren je hem. had ik er zin in. Nou ja, dat kan best. Want wij zullen toch nooit de beker winnen. Dus dan kan je op een gegeven moment maar beter er, uh, afhaken, <laughs> ja. toch? Ja, nee, nee je moet van Asset met die pet. Maar, maar uh, ja, nou ja. Dat, in die, die wedstrijd miste Asset ook nog een penalty: Maarten Martens. Ja. Maar toen waren wij, laat ik het zo zeggen Geert, dat was, dat was één keer, met, met die, uh, wij waren toen niet echt heel goed hoor. Nee. Hè? En nee, dat <laughs> meen ik serieus. We hadden niet echt een, dat je denkt van nou, we gaan bij de eerste vier eindigen. Nee, 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 en, nee absoluut niet. Nee. Dus het was niet een, uh, ja als je nu kijkt naar de laatste twaalf jaar en je denkt van nou, je verliest bij Os uit, dan zou dat niet goed zijn. Of nee. nou, misschien slecht. Alleen toen was, het, toen was alles moeilijk hoor. Toen was elke wedstrijd. Ja, maar ja, is wel een, een tas in de auto, Geert? Uh, wat heb ik in de auto? Een tas. Een ja, nee, zeker. Helemaal ja, die punt niet bedoelen. Ja, dat moeten de punten niet. Ja, natuurlijk. Ja, nee. de punt ja, niet. Nee. Oh. Ja, oh. ja, nou goed. Nee, oh. Kom op. Nee, maar ik, ik trek even een stukje van wat je mag dan binnen. Sandorf zei het, het. wordt al een stuk beter onder de bal. We suggeren dat het beter gaat. Cambuur wint jong gewoon van top -off. Let maar maar op, het komt helemaal klaar. Hartstikke mooi. Nou, jongens, stap gauw in de autogate en een heel soort succes daarin. Welk stadion is het eigenlijk? Het Heesenstadion, toch? Ja, het Ja jazeker. Oh, ach, heerlijk man, lekker man, top. Ja. Oh, Het van heetje. een voornaam. Ja, niet, Frans, nee, oh. precies. Ja, ja, niet Dick. Nick Hezen. Hezen, we die spelen nee, nee. ooit bij ja, ADO Den Haag, toch? Ik. Nou goed, Geert, er nog? <laughs> ja. Ja, succes, jongen. Oké, okay, man. Goed reis, Doei, goeie reis. Dank Hey Andor, vrienden week ik Ja. Wat wordt de naam van dat Nijmegen stadion? Ja. En uh, dat wie toen nog net bekend, nee. die die is wel een gokje, maar dat wie nog net bekend. Maar eerlijk is eerlijk, dan er achteraan. Ja, wist zet mij net op scherp. Want dan. Uh, <laughs> ik heb de hele week onder het rottenwest, Maar ja, dan haai ik wat. Dan ja. haal ik het boppen tafel. Ja, zeker. Nou, zeg het maar. Het uh, wordt iets mij kooi. Ja, kooibeveiliging. Ja. Camerabewaking is het eigenlijk. Wer een tikkie. Wer een tikkie, ja. ja, Het is heel grappig. Ik kreeg een, een mailtje van iemand. Is, is dit serieus? Ja, dit is echt. Ja, dit kan de kamer. Het wilde Rieshannen van de stadion. Pieter Kooi. Nee, maar dat hoeft ook niet. Pieter Kooi, kent hij? U draagt Nee. Nou, kooibewaking, uh, de camerabewaking. Ja. en die, uh, dat wordt uh, de, de naaien naam van het Cambustadion. Het, wie heel grappig. Oh, ik zie oh, een oh, mailtje. Oh, verrassend. Oh, nou, het is uh, uh, in ieder geval ondernemen u om jouwing. Dat is nog iets ja? van je, dat is positief. Want ja, het hier, het, lekker, lekker belangrijk, het het beter pet stadion wij ze kennen. Ja, nou, zijn okay. landelijk, maar ja. dus dat is, een, maar ja, goed. mooi stadion is dus een stuk beter. Maar, uh, nou, maar, je ja, witter, dus uh, nou, lid we we van voorop we weten de namen nog net van het stadion. We wel dat het waarschijnlijk iets mij camera bewaking nee. wordt, maar. Maar dan was het meer haar oor het besluit om überhaupt de stadionnamen nou te verkeerpen. Nee, maar uh, wat het oplevert, Maar dat levert u uiteindelijk 1 tot 1 miljoen. Nee, Iper Smit, zei hier aan deze tafel. hoe ja. de dat zie je hier, voor u betellen, 1,2 miljoen euro. Ja. Dat is dus 130.000 euro per hier. Ja. Hij staat tussen de 1 en 1 miljoen. Ja. ja, ik val net van mijn stoel over zulke bedragen. Nee. Maar het bleek dus als... uit dat het voor de KKD-begrippen een best redelijk bedrag is. Ik zeg op uh, het Iperiol, op X zeg ik dat ze zijn. Uh, als we nou. Per supporter een tientje, elke keer jouwe, of per wedstrijd of zo, dan kom ik op dat bedrag. En dan, dan ne, hoeven we net zo'n te halen, maar dan nemen we het gewoon in het kamer. Okay, ik zag Sander knipperen met de eigen. Wat wist er van Sander? <laughs> ja, ik, ik, uh, pff, ik vind het apart. Want. Ja, ja. Het is. Uh, het levert gewoon heel op. Ja, nee, maar dus dat daar gaat het uiteindelijk om in de wereld ja toch ja zo hieste even het hengde jongstadion nee dan? maar even Jan los, Bruin Henk de jong of Jan Bruin of, of, of maar um... ja het hakenstadion ja, ja, als ik als ik nou terugga dan heb je dijkstadreis maar bijvoorbeeld uh, die al uh, heel lang hoopsponden zijn en ik, misschien doet Kooi wel heel veel voor, ik ik weet het niet hoor dus het, het is niet van ik gun het niemand ik vind het alleen een um, ja iets raars Onsympathiek? Ja. Nee, maar, nee. maar het, uiteindelijk. De, de draait het schrijft me wel hoe meer je kanburen of zo. Nee. Dus kunnen kooi en nee. kommigies is nog nee, net netjes. Nee, die zie, ja, dat helemaal je, niet. Nee. En, maar maar um, uiteindelijk gaat het dus puur om centen. Ja. En um, Met die in het stadion had ik niks meer uit Den Haag. Het, klopt, helemaal. Het en de Row stadion. Had ik niks meer uit Kapitaal uh, Hitachi. Maar, nee, maar hij niks maar FC Grenes. Nee, klopt. Maar dan mag ik dat wel apart vinden. Ja. Ja, het, is ook... ja, het is heel grappig, want nee, ik kreeg een mailtje, ja, ja. Ja, ik kreeg een mailtje en dan dus zie, uh, zie je het mailtje van, jongens, ik, uh, het is een gerucht, Arjen, uh, Pieter Kooi van uh, bewaking beveiliging. Die wordt uh, misschien wel. Dat is het gerucht. Dat wordt de nieuwe sponsornaam van het Dus Ik, ik ken die Pieter Kooi wel, dus ik appte hem. Hoe zit dat dan? Hè? We stelde de de onder het nieuwe campusstadion. Nou, hij zei dat ze wil komen omdat ik hem onder van die certificaten kocht waarschijnlijk dat het Nijs nice derde is het, het gerucht wat uh, verspreid ja. dus ik denk nou oké okay, dat is hoe ik app er nog even waarom van dus de de Woutersabi's zijn net de, de nieuwe sponsor namen de nieuwe van het stadion nou hij zei dat liet ik nog even niet in de midden hm. nou toen dacht ik bingo ja maar kijk ik snap heel goed dat dat uh, um, Kooi, zeg maar dat als hij zijn naam zeg maar bedrijf linkt en dat kan stadion. Dat is, dat is voor hem ook uh, voor het bedrijf hartstikke goed, natuurlijk. Ja. Maar um, ik vind het gewoon, het is gewoon meer een ei een openen van. Oh ja, wacht even. <laughs> het rijdt allemaal om geld. Ja. Ja. Dat is meer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dan wist ik met de escape rooms wel een botwank in. Nou ja, ja, misschien hang ik wel overheen. Ja, <laughs> ja 130.000. <laughs> het ja, ja. valt mooi. Nou, dan hebben ja, ze daar weer een Ruben Oh ja, boven ja, Ruben meer, Dan helpen Kamer ook nog een beetje. Ja, zo is ja, het. Nou, nee, ik en Rudolf, wie is dit, uh, dit uh, oude wieken? Wie is dat bij, uh, bij Ferry de Haan of visite? Ja. Toch? Ja. Want Ferry is niet te benijden. Niet benijden. <nijden> nee, Ferry is niet te benijden. Want <laughs> vertel nog eventjes. <nijden> nou, um, Ferry had flink wat dossiers. Zo'n toch? Nou, we komen, uh, oor, uh, wat is het, over dagen dagen of zo, we komt een artikel, alleen uh, ik van dit interview, hier met Ferry, en dat heet de Sijs dossiers. Sijs dossiers van Ferry de Haan. Ja. Um, en ja, ja goed, de financiële situatie is er in ieder geval. Spotpark, uh, Scott Award is er in ieder geval. We hebben hier van het stadion bij gelukkig. We hebben bij de Onjoeg. Uh, en Martin Koopman. Hadden, is Martin Koopman nog uh, in uh, kamer? Okay, de vorst. commercieel manager? We gaan concreet vaststellen om uh, die hier hè, dat bedrag naar beneden te krijgen. Dus dat komt nou een beetje beweging in. En uh, wat is de vraag over Martin Koopman? Ja, ko dat, wat is ik een dossier, Martin Koopman? Ja, de commerciële afdeling slash Martin Koopman is ik een dossier en we hebben hem wel. Uh, ik ga Freddy de Haar wel Waar Ik je vrienden week in de podcast. Ik vertelde dat wij uh, van, uh, uh, echt van geregeld van sponsoren negatieve loeren die jij krijgt. Maar die voor de bus gooien. Het gedrag van Martin Koopman, nou dat denk ik net. Uh, ik denk dat de kritiek trouwens in uh, de verwijkingsleerde kranten ik al goed naar boppenkamer is. Die uh, Sandervis zit er natuurlijk heel goed in, dus dat is ik al Utre uh, Als het ware, dus echt iets nice vertelde ik denk, in, in net in die zin. Um, maar wat hij nou, Wat mij opvalt is dat alle kritiek die je krijgt, want ik ga die loeren natuurlijk. Ik wil jij het zo uit die Ferdinand, en de alle loeren die ik jij krijg. Um, uh, Hou ik wel maar in beslissen, maar het is wel vaak van ja, het is een beetje een eigenaardige man en het is een beetje een rare man, is een beetje een aparte man. Ja, hij zei ja, en als ik dan vraag van, van hoezo en waarom en wat waar ligt het aan, kom iets met iets concreets, dan komt dat er vaak niet. Uiteindelijk zei hij van ja, uh, vanaf het moment dat ik algemeen directeur werd binnen, dus hartstikke Jalilien, dan heb ik het vaak met Martin beslissen en hij zei ja, ik vind het eigenlijk gewoon en dat vonden we mooi, uh, wut hoe je dit opschreeuwt. Hij neemde, hij, zei, hij zei, gewoon een uh, Lobbers. Het is een een lobbes. Lobbers. Een, een, nee, een, nee, een, nou, een goeie Een aparte lobbes. Nee, een eigenaardige lobbes. Een goede lobbes. Een goeie nou, lobbes. Even... Martin Koopman is een goede lobbers. Nee, een lobbes. Ik een heb lobbers. nog even de definitie van het woord lobbes ja? Op Dat had meerdere beschuttingen. Het is een beer. Een beer, ja. Ik heb plak in België. Maar ik denk niet dat hij dat bedoelt. De definitie is ik, een sullige kerel, een dikke goedzak en een goedaardige hond. Maar ik denk dat het een beetje een combinatie van die is. dat die Zullige goedzak. Uh, hij zou er echt wel dat is gewoon een goede man. Goed zo. En hij nam het echt voor hem op en dat vind ik dan ik wel weer uh, bah, ik Jongens, we binden ons daar de ja. stellingen. Ik voel het al heel lang door. We haast al jelloeren dwanden en no komst no de stellingen. stellingen. No, nou, Goudan. dan. We komen er inderdaad Ja, precies. Sandor, <laughs> Kambuur, Cambu het onder Henk de jong better football als onder Chorzoté. Ja. Ja. Rulof, Martin Koopman is een dikke goedzak. Ja. Ja. Andor, Marcel Schaapman is de beste middenvelder van Kambuur. Nee. Sandor, het is te jochten dat Kees van Wonderen nog altijd trainer is bij Jervingen. Ja. Andor, dat Ulrikus web begint te scoren komt door zien haar Nee. Nee? En Rolof, ik ga mijn tijdens Ajax Jervingen vreselijk ergeren. Ja. Nou vertel maar, is oh. het stadion ergens? Ja. Zul ik weer eens net. Nee, we verwachten dat. Je kan je je me nog nee. herinneren dat GTA verbeek Beek trainen we hier van Sportclub Club Jerven, spelen UT in het Alkmaar het oude stadion nog en de wie een skiersyacht ik weet niet net meer. Uh, en naar hier Geertje van Beek als Geertje dat kind, hem heel bot ergeren. En je weet hoe dat eruit ziet hè? Dan spuwen ja. uh, zijn eigen viewer. Ja. En dat die, die doe ik en toen hier door de skiersyacht er Weer meer voor mij die je een scoring voor of zo, voorwaarlijk ik nog. Nou Dat voel ik nou, ik. Ik, en, en, ik erger me daar. Je weet dat het gebeurt. Ajax, uit, je weet dat het gebeurt. Berghuis maakt het gewoon echt een, echt een vieze oe Het is misschien niet gereed, maar het is minimaal geel. En hij komt er gewoon maar bij. Ja. En zijn er meerdere momenten in zijn wedstrijd... Dat, dat er een oot niet gegeven wordt. Nou, een bijvoorbeeld de 1-0. De 1-0. Zo'n uh, wie wie het voornamelijk ook wordt geel van een training We denken, nou, als dit het geel is, dan ja, ik zit af jouer, hè, Mattten? Bloedritant. en door was het natuurlijk inderdaad naar het ja wie het Boeterspul ja. nou uh, we hadden er vanmorgen ik al een en mijn collega Andor, die zei het terecht volgens mij kist het net Shen want het beeld is net goed alleen als je dan die lijntjes del is hè? ja dan heb ik toch sterk het idee dat dat lijntje wat de lutsen waard, dat dat net goed lutsen waard. nee maar zullen we er gewoon vanuit dat ze insight wel redelijk objectief binnen nee ja, daar twijfel ik net om. Ja. toch of niet <laughs> <laughs> nee Niks zo net ja van B Mafia Nee, nou, maar laten we ook zijn. Dit is, dit is niet iets van nu. Nee, nou, dat, zei ik, dat zei ik ook bij. En uh, wat jij zegt, dat klopt als een bus. Maar dat zal de komende tien jaar ook nog zo zijn. Want als jij uh, uh, in die stadions speelt met als kleinere club, ja. zal dat, dat altijd zo het. blijven. Ja. ja. En toch moet je het dan wel benoemen, vind ik. Ja, natuurlijk. We je het mag het niet al benoemen, al. want dan ben je weer uh, ja, dan, dan zoek je weer excuses en, en zo. Ja, dat, dat, soort, ja, dat ja. soort termen. Als je iets, weet je, als je iets zegt, dan krijg je altijd wel weer een antwoord erop van ja, dat mag niet, want weet je. En als je het niet zegt, en nou, niemand zegt dat, weet je, het is nooit goed. Nee. Maar het is wel zo. Ja. Dit zijn gewoon uh, dingen die altijd zullen blijven spelen. En ik ja. vind het mooi dat je het benoemt, want het is, zo is het ook gewoon. Ja. En wie de vader van noppen trouwens? <laughs> ik denk niet van hem hoor. Ik, ik voel het net een ketzer, hè. Ik had de definitie van ketzer net opzocht. nee nou ja, goed, ah. dat is wel mooi dat ze zo is ketsen. Want een Peer wiekeling, zei Roloff. Nog één ketser van Noppet. En. Mickey van der Hart. Moet Mickey van der Hart op een goal. Maar ja, is hem en Sander. Het ja, ja, is uh, van Oudsom van Berghuis. Berghuis. Ja. Lestige bal. Ja. Ik vond hem best wel aardig, trouwens. Ik vind dat hij Kijk, weet je, weet je wat het is met. met uh... Kijk, hij heeft zijn blessure gehad. En daarna heeft hij even een, een mindere fase gehad, zeg maar. Hè. Dan, en dan viel het even op. Alleen, um, kijk, hij kiept de laatste weken echt best wel redelijk. Tot goed. Alleen dan heb je altijd momentjes. En doordat hij dan een mindere fase gehad heeft, het WK gespeeld heeft, en het verval is dan voor de buitenwereld zo groot. Van een heel goed WK naar een mindere fase in de Eredivisie. Dan blijft dat toch hangen. Dus dan, dan, ook al heeft hij nu een betere fase. Dan, en dat is logisch, hè? Maar. maar dan wordt dat andere toch eventjes belicht, zeg maar. Het is een andere status. Alles leidt nou onder de vergrut Dat klopt. Maar hij heeft wel weer een. Hij... Kijk, voor die jongen die even WK gespeeld. Ja, dat zag, niet, dat zag hij ook niet aankomen. Nee. Daar heeft hij niet om gevraagd. Maar het gebeurde wel. Want Van Gaal die was gewoon knettergek. gek. Die, die dacht gewoon: van ik doe het gewoon. En die, ja, en dat was machtig mooi. Maar voor, zo, voor, voor, voor Noppet was dat zelf natuurlijk het meest geniale, machtig mooie wat hij ooit zou meemaken. Dat hij een keer een mindere fase daarna zou krijgen, ja, is niet gek, hè? Alleen nu heeft hij een betere fase, maar wordt het mindere weer belicht. En ik denk dat we daar een beetje, um, nou, voor moeten waken, ook voor hem, vind ik. Want, ja. Ja, het Uiteindelijk. natuurlijk een poolbeste jongen en hij doet stinkend zijn best en, en ik vind echt knap wat hij allemaal gepresteerd heeft. Ja, buitenkijk. Hij was in ieder geval wel dusdanig dat groot. Snap ik. Dat Adi de Boer mij zo'n opmerking ontlokte. Nee, dat snap ik. Maar, maar, maar het, het verval was dan wel groot. Maar um, de stap van uh, derde keeper in Italië, ergens mm, in Serie B, naar, naar in één keer een WK. Nou, niet ja. in één keer natuurlijk, hè, bij Go ahead dan. Ja. Maar dan gaat in één keer WK, is nog groter. Ja. Dus dan is het ook niet gek dat je een hey. keer. Hey. Um, ja. Dus ik hoop dat, dat iedereen hem een beetje met rust laat. Ik snap, want je ja. bent keeper. En dan als je een keer een ketzer maakt, ja, dan is het ook wel heel vervelend. Hè? Ja. Maar dit wie dus net de ketzer die nee, Mickey op een goal krijgt, maat. Vitesse, is Gewoon, noppet op een goal. Roelof? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Goed zo. Ja, want Jare, de laatste keer dat in woon in de Johan Cruijff Arena, dat wie in 2009. Doelpuntenmakker? Daniel Pranic. Daniel Pranic, de 1-0. Nou goed, die leidt al lang in een campingstoel ergens bij het zwembad in Kroatië. Die zal heel lang ophouden bij voetballen. Maar goed, het hier dus, Jusper. Oh, is hij trainer? Ja, ik denk hem net meer. ga hem op Facebook. Oké, dan is hem op Facebook. Google Stow even. Dan showen wij even naar de reactie van Luc Brouwers naar Aurin. Want ja, het hier juster dus absoluut kind. Er lag gewoon echt enorm veel ruimte. En dat was lekker om daar te voetballen. Alleen het is nog lekkerder als je ze maakt. Ja, nou goed, je hebt in ieder geval één doelpunt gemaakt, want sinds je hebt aangekondigd in de sportcast van ik maak er vijf, rijgjes je ze aan heen, hè, En je hebt er bijna een dubbele nek Henny aan overgehouden, maar hij zat er wel mooi in. Ja, het is gewoon techniek natuurlijk, laten we het daarbij houden. Nou ja, het was een, uh, ik, ik, ik zeg het vaak tegen onze backs van uh, sling er die bal voor, ik, uh, ik loer daar wel een beetje op. Um, nou, uh, dit, het was een goede bal, maar er uh, moest nog wel het een en ander aan gedaan worden, als ik het zelf. Uh, maar ja, dat hij dan zo de, de verre hoek in vliegt, dat, dat is prachtig natuurlijk. Je ziet ook dat je lekker er in je vel zit, want je bent eigenlijk bij elke kans. En je hebt ze net opgenoemd, voor Pelle van Amersfoort, voor Nunnely. Je hebt ze eigenlijk overal wel bij betrokken. Ja, maar ik kan op zich ook wel een balletje trappen. <laughs> ja. ja, dat zei uh, Luc Brouwers, want hij kijkt wel een beetje voetballen. Een goede voetballer, Luc Brouwers? Ik vind hem echt een goede voetballer. Alleen, hij speelt nu net iets hoger dan in het begin van het seizoen. Speelde hij heel veel in de bal. En, uh, en had je Haai die allemaal in de bal kwam, ik zei net aan Roor ook. En die kwam nog een keer naast de centrale verdedigers de ballen ophalen. En dan had je die nog een keer in de bal kwam. En dan gebeurde er heel weinig, eigenlijk was het heel saai. Maar hij speelt. als hij iets hoger speelt, dan kan hij in de 16 komen. Maar hij kan ook nog wel redelijk goed voetballen. Ja, zeker. En ja. ja. ja, Olsen, die vond ik Sina IJs echt goed. En die vond ik uh, daarvoor in Herakles al goed. Als die, die speelt nu eindelijk al een peerwedsting op, op zijn eigen plak. Hè? Net op de rogsboeten of uh, hij moest er nog een keer links moeten spelen, omdat Sarawi het voelt. Maar gewoon op de, op de, ja, beetje op de acht, links-half, een beetje met die positie. Ja, en ik vind alle ballen van hem naar voren binnen raken. Kom maar on. En dat vind ik echt belangrijk. Ja, en die favoriet, Oliver Brouwde. Ja, op een in de basis. Oliver Brouwde. Ja, die heb ik een paar keer gezien, maar die is. Ja. Ja, en Lokme is <laughs> op gewonnen. Een assist. Dus, uh... <laughs> Nooit Joens, <sure>, Sander, Nee. <laughs> nee. <laughs> maar van die kamer in, wat wil hij is die nou in de basis? Oliver Brouw, is dus een jong ja. talent uit Noorwegen. Ja. Na een oer, krijgt hij standaard kramp. Nou ja, hij is nog ja. maar krekker. Hij die linksback nee. van Ajax ook vorige wedstrijd. Ja, ja, Marta, ja. Marta. ja Marta. En dan, nee, dan nee. komt die Hoestijn ja, Ali erin. Heeft hij wel eens volgen Hoestijn Ali? Nee. International hè? Het is International van Irak. Ja. Want, hij kwam erin en de een lange bal van, uh, van, van Ajax. Nou, hij dook de Glickel onderuit. Wij toch, die ja wat die goal van Bobby nog overkeurt. Ja. Maar dat was wel een grappig verhaal. We wie een uh, persmoment bij Kees van Wonderen. En uh, nou, we gingen het even de opstellingen en hoe bepaalde jongens die dan net in de basis stienen. En toen zei Kees van, nou, ik heb wel eens gesprekken met die jongens. En dan zei ik van, nou, wat zou nou die ideale opstelling wijzen? Zetten ze, hoe zetten ze, en vaak zetten ze hunzelf dan, dat beginnen ze bij hunzelf. Ja. Dan zetten ze hunzelf op favoriete positie. Maar ja. dan in het gist voetbal van van hun. Ja. Ja. Dus ieder, ik, we van is er geen enkele speler die het hem zelf op de bank zet? Nou, nee. En toen vreeg ik nog mijn stalen gezicht. Hoe zijn Ali ik net? Nee, zelfs, zelfs hoe zijn Ali net? Die zetten weg geworden in de basis. Maar goed, je wil een assistent ken juist, hè? Ja. Ja, wat maar is hij een stel... goeie, uh, ja, zeker, je, ja, zeker, zeker. Maar Bro hij stelde het wel eens vroeg een van uh, wat is die favoriete opstelling? Nee. Dat interesseert hij je net. Nee, want ik, ik, ik als ik trainer was dan had ik wel zelf het idee dat ik het zelf samen met iemand het beste wist wat wat de beste opstelling zou zijn. Ja. En ik snap ook dat iedereen in de basis hoort, vindt hij zelf, en de omgeving van diegene vindt allemaal dat ze hoort te spelen. Ah oh ja, ja, ja. Ja, met dit specifieke geval, Geert Ek, over uh, Simon Olsen, die ja. het, Waar speelt hij nou het liefst? Hè? In ja. een systeem met twee controleurs of één controleur? Ja, maar kijk, ik, kijk, uh, ik vind het wel interessant dat uh, spelers nadenken. Uh, en dan heb je het vooral ook over het middenveld altijd van, uh, ga je met de punten voor, punten achteren? wat zou voor jou ideaal zijn? Um, hij heeft er ook mee te maken hoe, hoe jouw opbouw is. Zo'n Olsen bijvoorbeeld, dat is een goede speler. Die kan best wel op de buitenkant starten. Dan speel je automatisch met twee controleurs. Met een 10, omdat daar meer ruimte komt als hij naar binnen komt. Maar dan moet dat. Kijk, als hij op rechts start en je hebt Nunnely. Kijk, Nunnely is een, een buitenspeler. Die moet aan de zijkant de bal krijgen of die moet weggestoken worden. En als jij Olsen aan de buitenkant hebt, dan moet je eigenlijk een back hebben die hoger gaat spelen waardoor die Olsen naar binnen kan gaan spelen waardoor die echt vrij komt. Maar dan moet hij echt vrij komen. Maar als de rechtsback niet automatisch dat heeft ja, Dan hoeft een back van hun nooit de keuze te maken. Dan hoef je Olsen nooit op de buitenkant neer te zetten. Want dan wordt hij dood ongelukkig. Dus dan snap ik heel goed dat hij zegt, ja maar ik moet hoog op het middenveld spelen. snap ik helemaal. Maar als hij een back achter schreeuwt en het is, dat is zo'n automatisme en die back gaat hoog spelen, die, die linksback van hem die tegenstander moet kiezen, hij komt naar binnen en hij krijgt elke bal tussen de links ingespeeld. Dan zegt hij van, ja ik, ik vind rechtsbuiten een ideale positie en een vrije rol. Andor, vist u nou ook dat Cambuur uh, onder Henk de Jong nou beter voetballen dan onder Chosel uh, ik heb Tom. Was hier in de eerste helft wel voetbal schoenen Ja, maar dat is misschien een incident. Maar in het in generaal? Uh, nou, ik had de wedstrijd tegen Greens, eigenlijk al in de gear-vettingsjongen. Waar is u te spreken? Is het beter of Nee? Nou, maar, ja of we, Nee? Uh, maar, uh, het zijn twee wedstrijden. Ik, ik erg me weer. Ja, daar wil ik even naartoe. Twee wedstrijden of trei? Ja, Breda wie de eerste. Nakbreda, ja. En, en ja. toen wie Grange de tweede. Na nou, was niet en zo goed. Nou, MVV. Bij Vlagen? Nee, Heb je MVV UT er nog bij. En VV ja. was best wel goed zijn dan. En MV dus fiauwe dus wedstrijd. Je moet het zo zien: Henk de Jong is met de voorbereiding bezig. Je moet even helemaal niet naar de uitslagen kijken. Dat is wel een beetje lullig in een uh, halve het seizoen. Ja, maar het is wel zo. Nee, ik snap het wel. En, um, Want wanneer, je, wanneer Henk puur op resultaat zou gaan spelen, puur op resultaat, dan ga jij niet, um, dan wordt er anders gevoetbald. Alleen, je wil op een gegeven moment ook weer. Je wil mensen vermaken, je wil ergens naar kijken, je wil je wilt leuk hebben, je wil uh, uiteindelijk uh, veel aan de bal zijn. Als je goed aan de bal bent, krijg je ook minder kansen tegen, krijg je minder goals tegen. Zo werkt het namelijk. Um, dat is na drie dagen niet klaar, dat is na een week niet klaar, dat is uh, in, in, in drie weken niet klaar. Maar je begint op een gegeven moment met een basisopbouw. En uh, een, 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 je hebt altijd tegenstanders of ze zetten met twee spitsen druk of met drie, of met de negen en de tien, met een middenvelder die daarachter weer stapt. En dat, is, dat zijn steeds, zeg maar, fases in een opbouw wat je gaat betrainen. En uh, je hebt eerst een eerste opbouw, begin bij een doeltrap, en op een gegeven moment heb je op je eigen helft een opbouw, wat tegen MVV bijvoorbeeld gebeurde. Wat je in ieder geval al ziet, is dat de centrale verdedigers veel meer rust aan de bal hebben, en niet zonder druk een bal naar de bek spelen. Dus is het altijd rustiger. Waardoor als MVV met een 9 en 10 druk gaat zetten, dan kom je 6 vrij. Als die 1 of 2 keer vrij komt, dat moet nog wel iets beter, maar er is al veel meer rust. Ja, hij kiest direct dus sta... voor verse spielers, hè? dat valt ook op, hè? maar hij maar achterin. Terecht. En dan ga je op een gegeven moment, dat was de eerste helft tegen MVV zo. Daar kwam een kans uit van Balk, die kreeg hem terug van Smeets nog. Daar kwam een kans uit en die bal in de 16 meter, Smeets die wil die bal wegwerken. Die, 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 uh, die werkte werk hem weg zeg maar, in de 16 laag. En ballen kreeg die bal, die schoot hem met links over. Die bal daarvoor, van Bergsma naar de hoge middenvelden, was cruciaal. Maar dan zie je dat, uh, uh, dan, dan zie ik dat het er weer in komt, omdat MVV zet druk met de 9 en de 10. Die 6 wordt ook nog vastgezet, dus moet er achter de middenvelden vrijkomen. Maar die middenvelder dus moet op middenveld vrij komen. En wat je bij Kammer heel vaak zag, dan ging hij helemaal naar de zijkant toe. Dus dan werd hij helemaal naar de zijkant, zijlijn stond hij een keer vrij, maar dan kreeg hij een bal en dan konden ze weer omschakelen en dan was het hele moment weer weg. Hij kwam en volgens mij was Michael Brei. die kwam of Ferre de jong. Die kwam hoog op middenveld vrij. Kon open draaien, tegenstander weg. En dan ga je zeg maar dingen uitspelen. Wat, maar, maar dat soort momenten zie ik al van, oké, okay, 100 procent opgetraind. Maar het is 100%. mooi dat eh, die automatismen er weer een beetje in komen bij, eh, bij Cambuur. En dus kind Top Os een klein huisje. Want joen om acht uur eh, dan is de kreker Top Osje in Cambuur. En bij Top Os zit een technisch directeur die komt van de gediek. Maar dat net alleen. Hij is fan van de Sportcast. Oh. En hij is de jongste technisch directeur in het Betellen voetbal. En eh, zijn naam is Linton Postimus. Dag Linton. Goeiemiddag. Goedemiddje. Ja, ja, ja. Linte van de Gediek, vertel eens even, Linte, hoe komt Zo bij Top Osterlone? Uh, ja, wel een mooi verhaal, denk ik. Ik ben acht jaar lang in mijn west En uh, in het voorjaar heeft ze mij benaderd. Ik heb gesprekken gehad en uh, de kans ze Maar hier is Zo enige ervaring als technisch directeur? Nee. Nul? Nul. Nou, en dan is hij in geweest? de is voetballen bij de Gediek? Klopt. Die steert trouwens stiefboppen aan in de derde klasse. Zo is wedstrijden alles woon. Vier punten los van drachten. Maar als het ook geen ondervinding heeft als technisch directeur, en wel een hele selectiegeerstallen onderhalle met zaken. De werk is natuurlijk mijn een zeer bescheiden spelersbudget. Dat is al je nee. Hoe keert het dan in je werk? Ja, dat is aan ene komt nee, aan de oren Ik ben acht jaar lang zaakwem geweest. Dus ja, de wel uh, in het werkveld uh, actief. Dus de uh, wat er in de markt aanwezig is en wat net. Dus uh, in die zin, uh, uh, toch die ervaring wil opdienen en altijd wel mee bezig zijn. Van ja, als ik die kans krijg, krijg, hoe zul ik het dan doen? En uh, uh, ja, dan, dan begin je hier in april. Dan begin je eerst natuurlijk, wat is er en wat is er net. En, en, en wij willen het naar daar. Ja, wij zijn wel een club die natuurlijk een van de, van de leegste begruttingen uh, heeft. En uh, ja, dan moet je creatief werken. En jongens, hel je mijn potentie. En, en, en daarom uh, jongens mijn ervaring, zoals Kelvin McIntosh, Giovanni Korte, Mike haven En dan als club de randvoorwaarden creëren om ervoor te zorgen dat uh, de jongens zich hier ontwikkelen. En uh, topos uh, net een eindstation is, maar een uh, toevoegde waarde aan de carrière van die jongens. En dan ga je fantastische tarieën gewoon. Ga je alle oefenwestring die je die ga je woon. <laughs> En dan steen je naar een tolwedstrijd in. de LLR. In En dan krijg je het al he, Linton. Dan, dan komt de kritiek al. Zelfs in, ons, Zelfs in de de OS. Dat is niet de deur wat fout, sa Ja, dat zijn binnen de, de, de wetten van, van de voetballerij. Nou, Technisch natuurlijk de fout, dat haak ik nog net je. Maar uh, natuurlijk is er wel wat, uh, wat kritiek, natuurlijk. Uh, Wij staan goede voorbereiding gewoon. Uh, ja, ik heb ook al verwacht dat we al vierde zijn. wijzen. Alleen nog. Uh, ja, het is sties, we, we, we sties uh, Aan de andere kant uh, ik krijg je natuurlijk ook volle meer uh, invloed van data. En als nee, de data just de uh, expected points, dan ging we nou tredje punten moeten halen. In plaats van zo'n en dan stink je een pakketje. En dan ja we dat goed. Waar. Maar ja, uh, dat, is, uh, dat is nog net. Vind je dit nog mooier als dat uh, libbentje als zaak? Maar niet meer? Ja, zeker. 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 Uh, de dagelijkse dynamiek is heel oors, Hij is oor verantwoordelijkheid. En uh, ik gewoon op de club met z'n allen uh, ergens naartoe werken is, uh, ja, dat is wel mooi. Ja. En wat is eigenlijk de beste speler van ons? De beste speler? Dat oh, ja. Is dat Leewander? En Leewander? Ja. Nou? ja. Wie dan? Quinten Martinez. Quinten Martinez. Dat speelde ja? bij Ried Giel. Ah. Maar uh, die dat... had, uh, hij had toch ook een zijn uh, Linton, maar ja, daar ben ik, ik ja, die, die heb ik begeleid vroeger en uh, uh, En, en uh, het is wel grappig, hij heeft nog een huis Nijs het Cambuurstadion. Ja. Oh echt? Ja. Hij werd het Nijs het Cambuurstadion. Ja ja ja. Oké. Okay. Ja. En wat is de beste speler van Cambuur? Visto? de beste speler van Cambuur in kwaliteit uh, uh, ja dat wel een peer die, uh, die die werden wel bij uh, haar uh, maar ik vind ja, ja, uh, Daniel van Kaam vind ik een goede speler Daniel van Kaam die Ladan speelde ik bij Orsten die, die voelde ik bij Cambuur altijd naregief vond veel leuk haar stond die jonge uh, La Ladan ja toch ja Delano die die, dat was een, uh, die kon ongelooflijk goed afwerken, hard, hard schieten goed. alleen hij was redelijk blessuregevoelig. Had ik wat een creatieve carrière, want hij is een jong feyenoordgong. Ja. En saai is hier uiteindelijk. Ja. Denk ik weer bij ja, bij ons. Wel, wel een spits met kwaliteit in de 16 meter, hoor. Ja. Hé hey jongens, nog even de lint. Linten, wat wordt de uitslag, Joen? Uh, ja, wij winnen natuurlijk. <laughs> <laughs> ik ben er wel benieuwd, Linten. want ook de komst van de gediek uh, is dan echt die een droom om ooit TD te winnen bij Sportclub Club Of Of Cambuur. Ja, dat, ja, dat is wel een, 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 een droomwijze. Ik heb de laatste keer Nico vol bij Kammer op de tribune zitten. Dus uh, uh, als er iets jongs hier komt, dan het naar, je, naar je dat, uh, dat wel Maar ja. daar heb ik geen voorkeur. Bij bij beide mei. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, een heel soort succes uh, van Joen. En bedankt dat Steven even de telefoon komen, hoeders. Yes, dankjewel. Succes, wie uh, Linde en Postumus, jongens. Hij hey, uh, heb er nog vaak contact met Henk? Ja. ja? En Gerrit en Ek? Uh, natuurlijk koetjes en kalfjes, dus maar ook Voetbal gerelateerd? Kambuur gerelateerd? Ja, tuurlijk wel. Ja, en dan echt over tactiek? Nee, maar gewoon ja, maar, maar tactiek in de zin van dat, dat je dingen. Uh, nou, over de wedstrijd uh, MVV bijvoorbeeld. He, die momenten, dat, de, he, die, uh, ik heb die wedstrijd dan gezien op tv en dan uh, zie je momenten van opbouw terug in je Maar De Soes is uh, net het stadion, maar dat is uh, ja, niet meer waar. Net wat, het was <laughs> net wat te hard. Maar uh, nee, maar goed, daar, daar heb je het ook over. Seghof, goh, en zeg of goh, een mooie bal en rust, weet je wel. En, en, en het valt ook op als, als Sam Bergsma, inderdaad, ik just, dat je die momenten we herkennen, en je in een vorige periode, ja. dat hij gewoon even de de van op de bal zet, even inderdaad de klopt, rust. Klopt. En dat dat, dat soort dingen, dat, dat zie je ook weer waarom komt. Klopt. En, maar dat is met Tol ook zo. Ja. He, en, um, want ik weet nog wel, Tol die, die, die speelde heel veel ballen naar de keeper, en de keeper is eigenlijk de slechtste speler. Ja, want anders heeft hij niet handschoenen. <laughs> maar dan speelt hij de bal aan de keeper. En dan deed hij zijn hand omhoog. En dan, dus die moest hem maar weer naar voren schieten. Nee, kom op. He, dat is ook een stukje durven. Maar ook dingen aangereikrijgen. Maar dwarsen okay. ze ook nog? Want ik zie het op de tribune bij NTV. Ja, maar het is durf. Maar het, het, het is al heel anders. Hè? Dus, dus ze moeten een uh, opbouw gaan verzorgen. Waarbij je keeper, je backs, alles moet kloppen. Dus. Ik noem maar even iets. Als jij centraal aan de bal komt, ze gaan met twee spitsen druk zetten of met een 9 en 10. Dat betekent in principe dat je centrale duo onder druk, druk gezet wordt. Als, jij, als je beide backs dan niet helemaal uitzakken, ja, dan wordt het heel beperkt. Dus als eentje uitzakt, maar die andere niet, stopt het alweer. Dus als centrale verdediger ben je heel erg afhankelijk ook van je backs, ja. die de bal waarschijnlijk niet krijgen. Maar ja, stel hun buitenspeler die gaan wel helemaal mee, komt daar veel meer ruimte weer voor middenvelders die eventueel vrijkomen. Ik, ik zei niet uh, Kreekte. In, de, in de Schaapman. Ik ben namelijk wel charmeerd van die Schaapman. Dat is zo'n zo jonge jongen. En die 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 biedt hem constant om een. Ja. Vist ook dat hij misschien wel thuis op een basisplak. Nou, ik zei je vertellen. Ik heb hem zelf um, uh, niet goed genoeg op het netvlies om zeg maar echt uh, daar een oordeel over te geven. Maar Henk die zei tegen mij. Die jongen, daar wordt Henk heel blij van. En dan weet ik precies wat hij bedoelt, want die, die wil voetballen. Ja. ja. Die weet waar die vrij moet komen. Die, Het is een die... soort hoedemakers. Ja, maar dat is zo belangrijk. Je drie, vier, zes zijn zo belangrijk. En, um, kijk, als Henk dat zegt, dan weet ik al van, ja, dat, dat gaat een genot worden. Kan niet anders. En die gaat hem ook, die gaat hem ook gebruiken. Weet ik zeker. En, um, uh, maar even nog terugkomend naar Henk dat wij contact hebben. De, natuurlijk hebben we contact over alles. Alleen ik vind het dus super mooi dat, dat het voetbal weer. Uh, kijk, je gaat niet in één keer alles goed doen. Want het is echt stap voor stap. Het is echt een voorbereiding. Maar dat je heel veel dingen toch wel weer terug ziet in een eerste opbouw. En dat heeft puur te maken met trainen. En daar heeft Henk op getraind. Waar hij kon, heeft hij erop getraind. Denk, tussen wedstrijden door. Ik denk, ik denk twee dingen. Ik vind het wel heel snel na drie wedstrijden. Maar Oké. Okay. En, ik denk, en, ik ja, denk, en het tweede ding is denk, dat ik daarvoor die reactie op. Dan heeft Jos Oteder er echt een, uh, helemaal niks van gemaakt. Maar die heeft een ander idee van spelen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. um, want die hebben heel veel goals gemaakt en ook heel veel tegen. En misschien waren het minder goede aanvallen, maar was meer lange bal, wat ook gevaarlijker zijn. Het is een andere manier van spelen. Mm -hmm. um, wij waren die jaren in de Eerste Divisie heersend en eigenlijk ook nog wel in de visie daarna, een periode. Mm -hmm. Omdat wij heel veel vastigheid daar aan de bal. En wij dachten puur altijd aan de bal. Als we goed zijn aan de bal, hoe beter je aan de bal bent, een tegenstander staat oh. altijd klein. He, want als verdediger, als je de bal niet hebt, moet je het klein maken, zeg maar. Maar hoe beter je aan de bal bent, hoe kleiner een tegenstander het maakt en hoe vermoeider ze worden, ook mentaal. Als je hem dan een keer verovert, ben je lang bij dat je de bal een keer hebt. En, en, oh, even een maar eigenlijk, als je de bal hebt, moet je energie hebben. Ja, als je hem veroverd hebt. Heel veel ploegen hebben dat niet meer omdat die te lang achter een bal hebben aangelopen. En dat is maar net de insteek van hoe jij als trainer, zeg maar, wil gaan spelen. Dat betekent niet dat je alles wint. Maar het betekent wel dat je spelers vastigheid geeft. Het is leuker. Ze hebben meer de bal en ze hebben meer energie. Hey, mooi woord. Uh, en mentaal zijn ze frisser als, als ze hem een keer verliezen. Want dan heb je zin om die bal weer te veroveren, want oh ja, dan gaan we weer lekker voetballen. Ja, het is nu al, je vindt het vooral nu al leuker om naar te kijken. 100 vooral, Maar heb je dus een... genoeg kwaliteit om te zeggen, van, nou, we kunnen echt serieus meedoen om, uh, om promotie? Even los van een opvliegertje op in de na Nou, je kan, um, als jij minder kwaliteit dan een tegenstander hebt. Kan jij altijd beter voetballen om, om? Laat ik het zo zeggen. Als een tegenstander alles één op één gaat zetten, en die is op elke positie beter. En ze gaan overal één op één spelen bij kansloos. Simpel is het. Alleen elke tegenstander wil eigenlijk toch wel een vrije man achterin houden. Hè? Zo werkt het namelijk. Dus dat betekent ook, als een tegenstander vrije man even ergens achterin heeft, heb jij eentje over ergens. En in de zone waar de bal is, moet je dus je extra man houden. En dan hoef je niet betere spelers te hebben, want je hebt een poppetje over. Okay. Als die poppetjes maar weten waar ze moeten staan en wat ze moeten doen. En ze kunnen allemaal wel een bal aannemen. Aldo, leidt het op mij of begint Ulrikus uh, beter te voetballen? Ja, je churre dat hij vertrouwen krijgt. En uh, dat is iets wat de Alneman ontbrutst. On -on uh... Want hij viel dat vertrouwen net onder Social -t. Nou ja, Ulte uh, had hem opbellen in Sief uh, Korsje van Oldriekis. Die hier wat langer coonsje, omdat hij in het land spelen hier. Uh, en Ulte zei: het is in hem, eerste spits, krijg noemen jochen. En uh, nou ja, zet hem op. Dus de Tarry komt, de eerste wedstrijd komt. Oldriekis zit in de basis. Uh, Mist een penalty. Dat, hel wedstrijd. dat helpt nooit, helpt net mij. tweede wedstrijd. Milan Smit erin en Ulrikus is vervolgens wat van het toneel verdoen. Die mocht ze toch nog eens invallen. Uh, dus het krediet wordt het nog minuten. Op het einde he. ik kreeg je weer een baasplak bij Ulte. Ja, hij had inderdaad onder einde van ons spelen. Maar uh, dat vertrouwen dat miste hij onder Ulte. En uh, Henk jaut hem dat wol. Die stelt hem op. Die helpt hem er net uit. Uh, en toevallig heb ik mij hem sprutsen. Mijn Mij Mijn Ulrikus. Mij en uh, die houdt dat zelf ook wel dat de, de invloed van Henk der in heel groot is. sometimes he really kills me but uh, it's like he just knows how to get best out of me i don't know yeah, it's just uh, just a feeling you know when you when i see him on the sideline uh, then yeah i just give maybe i don't know 10 20 extra percent just because he's there you know i don't know it's weird but uh, yeah just a feeling you know that i work every day hard i already was working hard every day but now it's just uh, extra motivating you know to work with him again Ja, dat zei uh, Robert Uldriques. Dat is heel grappig. Ik zie dus op het tribuurtje NVV. Oh, ja. ja, echt heel grappig. En Ultriekes uh, scoorde. Ja, scoorde he? Nou, dat gebeurt net zo vaak. <laughs> dus dus die, die man naast mij die zei ik van uh, wie scoorde? er? Ik zei, nou, als ik het goed Sjoen heb, dan is dat echt Eldriekes. nou En hij begon helemaal, oh, oh hij was wat fleurig. Uh, hij zei, mijn vrouw die ziet naast hem die uh, wie enorm fan van uh, van Rodriguez. en zij had de supporters of zij had een fanclub opgehoogd voor uh, Robert Oudrikus. vooral in dat eerste seizoen toen hij acht keer scoorde zo. of zo een keer maar dat dat uh, echt warm nee. nou, die fanclub nee, Ze wel altijd maar hier lid maar goed had hij nog weer begint te scoren dan uh, is er aan zijn leden stop melden wij ik? je zon dan melden wij je zon nee heeft uh, al uh, ja, een nog ook uh, yeah. fanclub houden herkent uh, Oo Alexander dat dat Udricus weer wat de orde was, dat Eerste seizoen of is dat nog te betiert? Uh, nou, kijk, hij, heeft wel, hij is wel vervelend hoor voor. Ja, iedereen heeft een mening over. Maar hij is wel echt vervelend voor tegenstanders hoor. Dat meen ik echt. En waarom? Nou, hij sleurt. Hij is, hij is lang. Hij, hij kleunt er wel wat in. en Hij is niet heel begaafd technisch begaafd, maar hij is ook niet hij heeft ook niet beide schoenen om de, om de verkeerde voeten heen, zeg maar. En, um, uh, net als Milan Smit ook, dat is ook dat, die kan ook lopen en die is ook sterk. En dat, zijn, dat zijn allemaal van die <laughs> vervelende, nee, maar dat zijn vervelende ja. spitsen voor, uh, voor tegenstanders. En uh, ik ben van mening een spits, en dat is bij Heerenveen namelijk ook zo, die... Uh, ja. Moldaviër nee. Ja, nee, Nicolaescu. <laughs> die is afhankelijk, zeg maar, je bent altijd afhankelijk spits van wat er om je heen gebeurt. Uh, en, uh, Kijk, het mooiste is voor een spits is dat nou gaan we weer naar die 2 tegen 1 situaties achterin en tegenstander moet altijd in je overhouden. Maar als jij het ook op de flanken met een overlap bijvoorbeeld, als je daar doorkomt, moet er een keer een centrale verdediger uitstappen. Dat is voor een spits altijd ideaal, want dan staan ze 1 tegen 1. Als dat nooit gecreëerd wordt, heeft een spits altijd een 2 tegen 1 situatie. Veel plezier, heb je twee van die beukers daar. Nou, en dan gaat hij er heel misschien een keer in. Maar dat is gewoon heel lastig. Dus je bent als spits altijd afhankelijk van wat er daarvoor gebeurt. Zeg maar. um, uh, en dat is met een 0 is ook zo. Als, als, dat, als dat voetbal zeg maar, ook nou, he, meer naar voren nog. Met, uh, en, en dan gaan, moeten mensen uit gaan stappen. Omdat die overlap goed is. Een linkercentrale stapt uit. Maar nou, nou het uh, Heer de Veen heeft Miljoenen geïnvesteerd in die Moldaviër. 1,2, ja. dat is ook weer. Uh, 2,3. Voor ja? Kaalsbak En wie speelt er? Van Amersfoort. Ja. Snap jij dat, Kees van Wonderen, en dan weer op technisch vlak, ja? dat hij die, die, die keuze maakt? Um, nou, kijk, het, het maakt mij niet eens uit wie er in de spits staat. Hoe het poppetje heet. En of hij 10 miljoen is of 40 of, of, nee, of, of, of euro. Of uh, Boswurtels. Boswurtels, ja. ja. Maar het gaat erom van oh, <laughs> hoeveel, hoeveel uh, reële kansen krijgt die spits. Uh, doordat het daarvoor uitgespeeld is, waardoor hij één tegen één komt te staan. Kijk, en als jij één tegen één komt te staan, voorin, en je krijgt ballen in de zestien, ja, en je schiet er niks binnen, en dan kan je daarop afgerekend worden. Uh, maar het is niet fair, als jij bijvoorbeeld niet goed zeg maar, voetbalt door dat te creëren, en je wordt dan afgerekend, zeg maar, daardoor als spits, en je bent wel met dat voetbal bezig, en het voetbal wordt in één keer beter, en, en ze komen wel één tegen één, en die volgende spits komt erin, en die schiet ze wel binnen, daardoor misschien ook wel. Dat ja, is misschien ook niet helemaal fair. Snap je wat ik bedoel? Nou, dus volgens mij is dat bij Heerenveen ook een beetje het geval. En uh, volgens mij had, had hij dat bij Go Ahead Eagles. Ik dat hij liedberg die Lietberg begon. Ik was letter te spelen. En uh, hij, hij bouwt het eerst op. Ja, was speelde... beter voetbal. Het, uh... Ja, kijk, zij spelen nu wel beter voetbal. Dus ja. Zij komen wel meer voorin, Heerenveen. Ja. En in het begin van het seizoen, ja, was het echt gewoon... Hup, van links naar rechts. En dat ging vers 16 schrijven. schijven. Brouwers, even wat ik net zei, Brouwers kwam in de bal. En hij kwam natuurlijk in een laatste traag. Ja, maar er gebeurde niks. Ze speelden niks uit. Ze hadden achterin vijf man met Brouwers ervoor staan. En eh, dan had je tegenstanders, Excelsior bijvoorbeeld, die hadden gewoon een spits op hun eigen helft staan. Die hoefde niks te doen. En dan heb je voorin, speel je zeven tegen drie. Succes ermee. Veel plezier. Ja. En die spits, die krijgt niet één kans. Of misschien een halve kans. Ja, dat was met Nicolas Jan een beetje zo natuurlijk. Ja, maar dat was ja. zo. En die spits wordt afgerekend omdat die geen goals maakt, maar die wordt in eerste afgerekend door de mensen. Mm -hmm. Want die kijken niet naar systemen of nee. iets, die kijken alleen naar resultaat. Ah, creë creëert niet kans voor zichzelf, en uh, kent er helemaal niks van, maar zo werkt het gewoon. Ja. En zo wordt het ontstaan, zeg maar. Maar het is niet altijd fair, dus ik vind het ja, ik zou wel eens dat iedereen anders naar spitsen kijkt, zeg maar, dan alleen... Kijk, mocht ze nou heel veel kansen missen, die Nico Nicolescos, die nou heel veel kansen creëren, Um, of werd gecreëerd voor hem, die die echt nice. moet maken omdat het daarvoor allemaal goed was. Ja, dan kan je op een gegeven moment zeggen, nou weet je, even een pas op een plaatsvriend. Uh, eh, maar nou heeft, uh, Pietje krijgt even een volk, want die, staat ook, die, die heeft er ook zin in. Ja, nou ja goed, het gaat dus wel het beter met Jerevingen. Uh, ik ga hier nog kaarten lezen van uh, de wedstrijd Jerevingen tegen Fortuna Sittard. Maar ik wilde even een priersvraag betekenen. Nou ja, ze spelen je natuurlijk komend weekend in Vitesse. Rolof, betekent even een leuke vraag. Welke? Oh, ik kind dat net zo goed als gekeerd, hè? Misschien... Nee, maar bici je het gewoon. Kom ja. oh, op, ja. Die camera pakken en Ja, pak die samen camera. Nee, dat doe ik net. Welke speler? Ja. die Nou, bij jij dan vind je vrienden Soon, nog in Annem? Ah, voor de nog bij Annem. en win. Kaartjes van Jelle fortuna zitten dat en is. mailen naar sportetomrofisform.nl. Dan uh, geven we naar, want Azen hebben het over de dossiers, nog even geschrapt van uh, Verri Daan. Ja. Maar dan nog een dossier, en dat is het dossier natuurlijk van Sylvester van de Water. Die komt dit seizoen net meer in actie. Uh, hier, want daar praat regelmatig maar, Henk. Hier van de Water, Henk, dan in de Noordsbieten of is het nog slimmer? Ja, dat is helemaal nieuw. <laughs> <laughs> ja, nee. het net in de Noordsbieten. Nee. Oké. Okay. Nee, maar. Maakt dat wat over zeggen? niet? Ja, natuurlijk, graag ja, zelfs. Ja, precies, die is En yes, ja. ja, Wat er gebeurd is. Ja, ik denk misschien is het titel, of... nee, nee, we oh, ging de titel. Ja, uh, ja, nee, ik word er terug. Nee. Je moet ze ja. niet zonder. Ja, een kooi maakt ze zijn binnen aan het vechten, wees met elkaar. Nee. nee. Nee, het is heel simpel. Henk, die. Uh, uh, je ziet. Henk heeft natuurlijk heel veel wedstrijden van Kambu gezien. En die ziet ook wel. Uh, kijk, Henk wil gewoon. dat iedereen vol gas geeft, en iedereen moet fit zijn. Je moet die in de diepte kunnen sprinten op de bepaalde momenten. Maar je moet hem ook weer willen verdedigen. Je wil hem ook, moet hem ook weer willen veroveren. Uh, en hij zag gewoon. Ja, dat was niet helemaal wat hij wilde. Mooi diplomatiek lijkt. Ja, maar dat. Is, ja, maar, maar hij lijkt toch ook niet lekker in de groep? Nou, maar Dat weet ik niet. Dat weet ja, ik niet. Klopt. Want er zijn altijd spelers. Um, kijk, ik geloof er niet in. Dat je één spelers hebt waar iedereen een hekel aan heeft, is niet zo. Dus de, dan is er altijd wel weer, als je zo'n speler hebt die gewoon wat net even anders is dan de rest, zeg maar, uh, die heeft altijd wel weer een groepje spelers bij zich. Maar, maar toch, zo werkt je, het. Toch even even on, mag je één ontbreken? Hè? Ja. Niet, niet onbetrouwelijk wezen, maar ja, maar dat ook. Okay. Ja, is eigenlijk wel een beetje. Maar, maar <laughs> ik toch even ook van de tijd ook. Ja. Uh, um, ik snap het helemaal en ik geloof het ook. Maar één ding: hij is buiten de selectie gezet. En hij komt waarschijnlijk niet meer terug. Dus dan denk ja. ik wel, dan is het toch wel iets meer gebeurd dan we zijn het niet helemaal eens met elkaar. Oorzicht hem en... op een reservebank. Nou ja, ja toch? Ja, maar er is niet een vechtpartij of zo. Nee, maar ja, dat geweest. zeg ik ook ja, echt niet. niet. Maar... Serieus niet hoor. Ja, dat, dat, is, dat zijn echt wel verhalen die gewoon echt niet. Dat, dat is niet zo. Nee. nee Alleen ik dat is waarwillig zijn, als maar... jij uh, in het bedrijfsleven, als jij niet tevreden over iemand bent, en je hebt een paar keer aangegeven, en, en diegene. Kan het om wat voor reden dan ook niet omdraaien voor zichzelf of niet uh, geven wat je leidinggevende wil, word je ook op non-actief gesteld? Ja, maar niet ja. na twee weken. Ja, maar hij heeft het al vaker gezien. Kijk, Henk is niet nieuw op de club. Nee, maar is hij op die stelt? Is hij op de non-actief stelt? Nee, op non nee, want nee, ik weet nee, ik, nee. hij treedt nee, nee. dan ja, bij de belofte. Maar de belof. ik noem het als voorbeeld. Ja, ja, okay. ja, oké. Maar, als maar het gevolg is wel, want Henk wil graag fiauwe treien-trijspielie. Ja. Het maar je hebt maar één fatsoenlijke boetenspeler. Ja. Ho, 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 ho. Oh. Nou ja, dat is toch zo, Remco Balk. Ja. Nou ja, de, de, één, daar vindt ik voor mij ook wel wat van. Maar twee, volgens mij. In de eerdere visie... groep. Grote, uh, ja, dat weet je. Ja, oké, okay, maar. Ivan maar... net Vierte. Zoontje hier, het te Ja, maar dit zijn hele grote talenten. Ja. En letten we nou eerst de je op de ontwikkeling van Schaapman. <laughs> en dan van die Henstra. Nee, maar klopt, nee, maar je dat hebt dat het toch wel. eigenlijk net. Zeker. Kijk, als jij nu puur, puur naar de selectie kijkt. wat je voorin hebt lopen, zeg maar. Dan zou je eigenlijk zeggen: poeh, Misschien moet ik wel 4v2 gaan spelen. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. Never, nooit. Nee. Maar als jij naar je spitsen kijkt, zeg maar. Ja. Uh, maar je hebt ook niet een. Uh, kijk, dat zijn buitenspelers die je dan mist, zeg maar. Maar je hebt ook niet een, een, een Robin Moulin of Michiel Paulussen-type, Sarawi, uh, Olsen-type die je aan de buitenkant kan zetten, die vrij kan komen, mm -hmm. zeg maar, waardoor je. Uh, met een bek in een overlap. die een balletje lekker even. De selectie die Jim Hien. toen je hem kampioen was, dat hij een betere selectie. als de spelers van Nou. Uh, die, ja, maar die ja. is ook. Ja. 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 Maar die is ook veel. Kijk, toen wij kampioen werden. hadden we natuurlijk. Uh, een Muren. Hè, die wel bewezen had dat hij goals kon maken. Maar die is ook echt goed geworden. doordat hij. heel hoog druk kon zetten. en niet altijd op de middelen stond. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Isaac Alon, die, die speelde niet het jaar daarvoor. Uh, dat is een stukje vertrouwen wat je iemand kan geven. Heb ik tegen hem gezegd: van ja, weet je, je hebt het buitenspeler. Als buitenspeler moet je gewoon je, je tegenstanders opzoeken in een 1 tegen 1. Als het 2 tegen 1 is, moet je hem uithalen, maar als het 1 tegen 1 moet je opzoeken. En dan moet je hem weer opzoeken en dan lukt het weer niet. En dat doe je 14 keer in een wedstrijd. En als het 16 keer niet lukt, in de 70ste minuut, dan word je een keer eruit gehaald. En dan ga je de volgende wedstrijd weer proberen. He, maar dan moet je niet boos worden dat je eruit wilt gehaald, want soms is dat zo. Nou, als je zo met spelers bezig gaat, die waren niet. Um, het klopte allemaal. Jamie Jacobs kwam van jonger Z. In principe was hij echt nog net niet op dat niveau, zeg maar, om echt eerder grote mannenvoetbal te spelen. Want die kwamen van jonger Z. Waar waren echt jonge jongens. Mees hoedenmakers stonden rechts buiten. Dat waren jongens die, ja, Mees stond, stond in het begin. Wij hebben hem op zes neergezet. Ja, die was in het begin super slecht, echt ongelooflijk slecht. Alleen op een gegeven moment geloofde hij wel en hij heeft wel specifieke kwaliteiten voor die positie en dat moet je gaan herkennen. Ja, dus gegeven de wil je hield die beter en ja. dat zei het hangt nou eigenlijk he, van, van natuurlijk hebben we woon van de NVV en we hebben woon van Greens, maar dan zijn nog altijd die dingen die het uh, volle beter matten. Even jaren naar Henk die jong. Wat ik belangrijk is is diepgang, diepgang uit het middenveld, diepgang uit de zijkanten. He, want als dat haast dan looks stuk de like hele boel hier op en dan is het heel gevaarlijk. Als je een diepgang haast ja dan wist het eigenlijk heel makkelijk te bestrijden. Nou, daar maak ik mee aan de gang, maar dat kennen het zo snel omdat we heel snel wedstrijden achter spelen. Ja, dus we, we gaan nu ook twee dagen wordt traind, maar wat rustiger dan. Ja, de jongens van hem, die wedstrijden, oh, wow, Green's en een aanslag en, en, en deze wedstrijd ik wel. je niet te warm. Nou ja, dat zei uh, Henk. De Jong hebt is heel belangrijk. Daar bestaat het Griffmanjes. Nee, ik had dit interview trouwens niet gezien, eerlijk gezegd, maar dit is wel. Nee maar, we hadden, oh, nee, we hadden het, nee, maar we hadden het over die, uh, uh, We hadden het over het verschil, hè, of, of het verschil er al zichtbaar is, zeg maar. Maar dat is in de eerste opbouw al zichtbaar. Dat is al zichtbaar. Alleen tegenstanders gaan misschien anders spelen, dus dan moet je daar weer op gaan trainen. Maar die eerste opbouw is al zichtbaar. Dat zag je tegen MVV, eerste helft. Uh, Henk heeft het nou over diepgang. 100%. Alleen dat, dat stukje trainen, diepgang, dat krijg je op het moment dat jouw opbouw zo vast is, dat je eigenlijk kan trainen, oké, okay, die bal is al op het middenveld. Hè, die bal is steeds op het middenveld vrij. En wanneer gaan wij diepteloopacties maken? Ze moeten uitstappen, ze moeten kantelen. Pas dat is het moment van diepgang. Maar dat kan je pas echt betrainen, als jouw hele opbouw zo vast is en herkenbaar is voor iedereen. Ja, en dat is niet in drie dagen. En wat Henk nou zelf ook zegt, ja, je hebt de wedstrijd, nog een wedstrijd, ja... En je hebt een vaste elf, wil je naartoe? Want je wil die vastigheden ergens hebben. Nog even een heel kwart, uh, Rolof. Even oer uh, Jerefin, want Vlin Wieken, die er zo een oproep. Oer de Jongeres van het clublied van Jerefin. Ja, ja. En uh, de vraag je van waar is een bepaalde sangeres? Haast toch nog wat uh, ja. ik Zie ik je namelijk jou even op. Uh, ja? uh, Jerefin uh, Weten wie de zangeres is? Zal dat, ze dat nummer op naaien. in jonge kinderen misschien die ik wel eens in het stadion maar ze wil je net te vinden. Nou, Foon. Dat het uh, gaat om um zangeres die Dieter Maui onder dat programma Men, De Mensen van Herenveen, van NCFV, waarin ze Mark van Eyck onder hoorden toen, volgde, die zo'n een soort van soapachtig iets. Uh, in New York gaan we het doen hoor. Uh, en ze heet Henny van Hemet. Henny van Hemet. Maar dat is het enige wat ze winnen. Oh ja, ik heb ook nog wat binnen. Het meeste van hier, de trouwens. aardbodem verdwenen. Maar Henny van Hemet, ik, ik, mailde, ik kreeg een berichtje van enige Gerard Oldenhof, ik ken hem via de net. Hij mailde oer dus uh, Henny van Hemet en hij zei dat het een bijstje, dat het een dame wie u het echt een en uh, ze heeft Friesland verlitten om mijn ja. een People de vrouw in te lokken. Oh, ja. we, gaan weer opzoeken. Hey, we opzoeken. He, opzoeken. Ik ken iemand dus. Henny van Heemert in een People Wine. Mail dan naar Friesland.nl. Ja. ja. Dan komt het al in. En de goed mama Lou. Nee, maar ik ik, 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 ik wat. vind jij? Wie zou jij dan opspelen als spits opstellen bij fijn? Nou, ik snap uh, de keuze Nauwvaartpelle van Amersfoort vol, maar um, en ik denk dat hij op dat Kees van Wonderen ontbouwen is om een stabiele elftal beter voetballend, zodat je Aard meer in de 16 meter gebied te laten komen en dat hij dan kies voor een Karlsbak of Nicoliescu. En die lijn volg ik vol. Dus, nou, had nou vitesse U, dat is misschien een tikje dan net een duel dat hij dat visie ging Maar, wat hebben we erna? Weet je dat zou kunnen Maar wie is de beste? Wie is de beste? Want pelle is niet de beste spits. Nee. Wel ja, nee. is eigenlijk meer en meer de een loper. Of is geweest, zeg maar toch? Of niet? Maar wie van die twee is de. Ben ik wel benieuwd naar. Ja, Beste speelers ook in, niet, in de 16 meter? Nicolai is nog. Ja toch? In de 16 meter. meter. Nicolai is de Dat denk ik. Maar. maar ja, is weer fit, want die is nou een toch? Buikspierklachten. Ja, en dat dat. Ken ik wel wat langer door hier. Dus dat dat. Ja, dat maar goed, we in, hebben Aas de Entalon-Weekcoin. Dat hij als een oproep werd voor Moldavië. En hij zit er der waar in. Weet we gelijk Hoe het zit bij de buxpie Ja. Toch? Ja. Dan lijkt het wel een beetje te te Ja, dat oh, is suggestief. Dat is suggestief, ik weet het. Jongens, we zijn daar onder oh, overdenkingen. Oh. We zijn daar onder overdenkingen en dat is altijd je wat een keuze mooitje en we komen er net op, Werverhof. Kunnen we er wel wat overheen? Jazeker. Sikker Jasko, oh nee, sorry. Dit het. Andor, Radijsjes of een Boswottels? Boswortels. Nee, ja. Roelof, Andries Noppet of Mickey van der Hart? <laughs> Noppet natuurlijk. Noppets. Ja, Sandor, Kambuur, kan Kin in de takkomst op mijn rekkenje, ja of nee? <laughs> wat, is het ook, wat, is, wat is dat ook een uh, ja, zeker! Jazeker. Ja, Jazeker. Ja, sponsor. Of als, als, als Precies. Als wat dan, <laughs> dan ik? Als wat dan ik? <laughs> ja. Toch? Met een utop bij het stadion. Ja. ja. dat ken ik nog. Escape Rooms. Van der Heide, van der Heide Escape Rooms. Escape room. ja. Stadion. Nou, de ja. beveiliging, bewaking. <laughs> Voor 140.000 <laughs> in de Hestum. Goed, jongens. Ja dat, je dat val. ja, dat valt <laughs> weg. Ja, dat valt wat zie je niet. Ja, wat nee. er nog wel bouwen. <laughs> zij is het. Sander, maak die dank, Zees. Ik vond het ja, leuk, dus te virus. Ik ook. Mooi. Roelof en Andor van Sales, ik bedankt. Eh, graag ons <tie> naar je weekend. Dag.